Dag studenten en welkom bij de specialisatie People and Change Management. Mijn naam is Ralf Kaars en ik ben jullie gastheer doorheen dit leuke promofilmpje. De specialisatie People and Change Management is ongetwijfeld de snelst groeiende specialisatie in het aanbod. Vorig jaar zagen we in de Nederlandstalige opleiding het aantal studenten met de helft toenemen. In het Engelstalige aanbod zagen we zelfs een verdubbeling van het aantal studenten. Dat is uiteraard niet toevallig. Enkele jaren geleden staken alle professoren van onze vakgroep hun hoofden bij elkaar om die specialisatie te gaan herdenken. Want, hoewel onze vakken nogal breed waren, trokken we vooral studenten aan die later in het HR-departement wilden belanden. En dat was eigenlijk zonde, want onze vakinhoud is eigenlijk bedoeld voor iedereen in de opleiding handelswetenschappen. En om die mensen ook te gaan bereiken, gingen we onze specialisatie volledig anders aanpakken. Want of je nu marketing, logistiek of finance wil gaan doen, er zijn een aantal competenties die je altijd nodig zal hebben. Je zal merken dat er een verschil is tussen gelijk hebben en effectief ook gelijk krijgen. Om echt het verschil te gaan maken als collega of als leidinggevende, zal je erin moeten slagen om het gedrag van de mensen rondom jou te doorzien, echt te weten wat zij nodig hebben en hen daarin te gaan ondersteunen. Je zal ook moeten slagen in het tot mensen aanzetten tot verandering. Want veel mensen zitten veel vaster in hun gewoonte stand dan je zou denken. We gaan je ook leren om beter om te gaan met conflicten en om de dynamiek in een groep gaan om te keren. En tenslotte zal je ook moeten weten hoe je een job werkbaarder maakt voor jezelf, maar ook voor anderen. Want laten we eerlijk zijn, een leuk werk krijg je vaker van jezelf dan van je baas. In onze specialisatie gaan we jou dan ook een aantal brede en heel sterke competenties aanleren die iedereen nodig heeft om een succesvolle professional te gaan worden. Zo maak je een gezwinde start in het bedrijfsleven, welk beroep je uiteindelijk ook zal kiezen. Ik weet nu wat je denkt. Bedrijven gaan het belangrijk vinden dat ik voldoende vakken uit mijn eigen domein heb gevolgd. Dat klopt, maar laten we daar toch ook eens heel eerlijk over zijn. Wat uiteindelijk echt telt, is je diploma handelswetenschappen dat je kan voorleggen. Dat is jouw echte ticket naar het selectiegesprek. Dankzij de sterke en brede competenties die wij jou gaan aanleren, ga je het bovendien beter doen in de selectieproeven en maak je met andere woorden meer kans om uiteindelijk de job binnen te halen. Het zou natuurlijk handig zijn mocht je ook een aantal vakken in je domein hebben gevolgd. En ook daar hebben we aan gedacht. Kom maar eens meekijken. Hier heb ik even een overzichtje gemaakt van hoe onze specialisatie er volgend jaar uit zal zien. Je ziet dus de 6 verplichte vakken die je zal krijgen wanneer je onze specialisatie gaat volgen. Het zijn dus in deze vakken dat we jou die brede en zeer specifieke competenties zullen gaan aanleren. Maar dan, om tegemoet te komen aan het feit dat je misschien ook een aantal vakken zou willen kiezen uit andere domeinen, gaan wij dat jou ook toelaten. Want die laatste twee vakken daar op de slide, die zijn vrij te kiezen. Zoals Creating Motivational Work en People Management, Samenleving en Beleid kan je bij ons kiezen en dan word je uiteraard door die professoren zeer goed opgeleid. Maar je zou kunnen zeggen, kijk, nee, ik zou daar graag iets anders voor in de plaats zetten. Ik zou graag kiezen uit andere specialisaties, zodat ik toch een aantal vakken op mijn cv kan zetten om dan later te gaan tonen aan werkgevers. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen uit alle andere vakken die openstaan. En bijvoorbeeld denken we maar aan investment banking of supply chain management. Je kan die twee dus mooi combineren, waardoor dat je andere vakken uit andere domeinen aan jouw pakket kan toevoegen. Ziezo, zo hebben jullie meteen inzicht in hoe wij proberen om deze specialisatie zo waardevol mogelijk voor jullie te maken. Nu, ik weet natuurlijk dat jullie de inhoud van al die vakken op de ECTS-fiches perfect kunnen gaan nalezen. Maar ik vond het toch leuk om jullie voor te stellen aan een aantal professoren die in deze specialisatie lesgeven. En beginnen doen we bij professor Dries Berings, die instaat voor het vak Samenleving en Beleid. In het opleidingsonderdeel Samenleving en Beleid staan we stil bij externe trends, externe evoluties, hypes die in de samenleving voorkomen en die een impact kunnen hebben op people management. Het kan gaan bijvoorbeeld over robotisering, artificial intelligence, maar het kan ook gaan over diversiteit, meertaligheid op de werkvloer, noem maar op. Wel, hoe gaan we die thema's nu benaderen? We doen dit aan de hand van activerende werkvormen. Studenten gaan zelf
artikels oppikken uit de media, uit de pers en die meebrengen in de klas. Dat noemen we dan de leesclub. De leesclub waarbij we dergelijke artikels aanvullen met wetenschappelijke informatie en ook bediscussiëren in de klas. Daarnaast krijgen de studenten ook de opdracht om een informatiecahier samen te stellen rond een zelfgekozen thema. Voorbeelden die dit jaar zijn gerealiseerd zijn transitiehuizen. Transitiehuizen, een mogelijkheid voor ex-gedetineerden om zich beter voor te bereiden op de reïntegratie in de maatschappij. Een andere cahier ging over telewerk in tijden van corona. Nog een andere ging over het glazen plafond of loopbaankansen van vrouwen. Zo zijn er verschillende mooie en goed gestoffeerde cahiers gemaakt die de studenten aan het eind hebben kunnen aanbieden aan HR-professionals. Is professor Bering al klaar? Dan stel ik jullie voor aan de volgende professor. En dat is professor Stijn Grieten van het vak Organisationeel Leren en Change Management. Het niveau van de organisatie komt nu centraal te staan. We kijken naar organisatieverandering en dat kan heel veel dingen betekenen. Het kan gaan over invoeren van het nieuwe werken, in deze COVID-tijden zeer relevant. Het kan ook gaan over het implementeren van autonome teams. Het kan gaan over fusies, reorganisaties, nieuwe software of nieuwe technologieën. Eén constante is dat 70% van al die veranderingsprocessen blijkt te mislukken. En dat ligt vaak aan de aanpak. Men pakt dat niet op een goede manier aan, men is niet goed met mensen bezig. En wij gaan kijken naar theorieën, voorbeelden, concepten die ons daar meer over leren. Zodat we minder weerstand hebben en meer betrokkenheid. Wat is onze aanpak? We hebben 9 blokken van 4 uur. We starten telkens met 2 uur hoorcollege, met een aantal voorbeelden daarbij, filmpjes daarbij. En daarna gaan jullie in kleine groepjes van 5 personen zelf aan de slag. Ten slotte is er ook nog de Empathy Walk. Dat is een beetje een speciale opdracht waarin jullie in duo's op zoek gaan naar iemand die zo ver mogelijk van uw eigen leefwereld af ligt. De bedoeling is om empathie te ontwikkelen met iemand die anders denkt dan jezelf. In het verleden hebben we zo verschillende voorbeelden gehad. Topsporter Elise Mertens, Prins Laurent, een bedelaar, iemand met een zware psychiatrische stoornis, een moeder van 12 kinderen. Dus het kan heel ver gaan. Dat zijn zo'n beetje de bestanddelen van dit vak. Ik hoop dat ik jullie met deze korte intro een beetje wegwijs heb kunnen maken. Meer informatie kunt je vinden op ECTS-fiches en op de PowerPointen die we ter beschikking stellen. Ik hoop dat ik jullie binnenkort kan verwelkomen in mijn les. Veel succes met jullie keuze. Ziezo, en dan is het nu de beurt aan professor Dian Arijs van het vak Communicatie en Coaching. Je verwachten van het Oppo Communicatie en Coaching? Wel, we gaan eerst met onszelf aan de slag. We gaan leren hoe we onze eigen doelen beter kunnen bereiken door meer inzicht te krijgen in hoe ons brein werkt en hoe we dat eigenlijk in ons voordeel kunnen gaan draaien, zodanig dat onze zelfeffectiviteit toeneemt. Na deze zelfcoaching gaan we de stap zetten naar interactie met anderen. We gaan leren hoe we oplossingsgericht en verbindend met anderen, met medewerkers, met toekomstige leidinggevenden kunnen gaan communiceren. Oplossingsgericht, want we willen de doelen van het team, van de organisatie bereiken. En verbindend, want we willen ervoor zorgen dat die andere gemotiveerd is en zich betrokken voelt om mee die doelen te realiseren. En dan maken we de stap naar de anderen ondersteunen en prikkelen om hun eigen doelen ook beter te leren waarmaken door gebruik te maken van coaching. We duiken in het meest gebruikte coachingmodel van Grow. We passen ook oplossingsgericht coachen toe. En we gaan daarbij vooral kijken wat werkt daarin, wat is bewezen dat daarin effectief werkt. Maar dan gaan we zelf aan de slag. Via demo-coachings, via clinics waarin jullie mij als docent coachen, maar ook met elkaar ga je als coach, coachee, observator zelf leren coachen. Zodanig dat aan het einde van dit OPO je niet alleen inzicht hebt in waarom verbindende, oplossingsgerichte of een coachende leiderschapsstijl effectief is,
maar dat je er ook in de praktijk mee aan de slag kan en in je verdere loopbaan de vruchten kan van plukken. De volgende professor die ik aan jullie ga voorstellen is professor Lieven Brebels. En voor welk vak is hij verantwoordelijk, Ralf? Voor het vak Leadership and Behavioral Decision Making. Klopt dat hij dat in het Engels doet? Ja, dat klopt. Dat vak is ook in het Engels. Hi there, my name is Lieven Brebels and I will be teaching the Leadership and Behavioral Decision Making course. Unlike in most courses or what our intuitions make us believe, leadership cannot be reduced to the styles of those in formal positions of power in the organization, like managers or supervisors or work groups. But in this course we will come to develop an understanding of leadership as a social process of influence between several members in a group, influencing each other to voluntarily contribute to collective goals. Now, John Cotter famously mentions that effective change requires 90% leadership and only 10% management. Yet, in practice, organizations often cope with uncertainty by increasing the amount of management and actually reducing the room available for leadership to play a role. We'll delve deeper into how humans think and make decisions under uncertainty, and we'll come to learn that human irrationality actually is predictable. We'll learn several techniques that are actually effective at influencing human behavior. We'll also discuss the ethical implications of those different techniques. We're also going to see that actually there's an upside to human irrationality that cannot just be replaced by more efficient and rational forms of decision making, such as the rising use of algorithms in organizations, artificial intelligence. Yet we'll develop an understanding of how the very nature of leadership will actually change itself in the digital age and how we can actually learn to collaborate with AI in making decisions, making good decisions for leadership. We will do so by having all kinds of theories based on behavioral experiments, and we'll also do lots of exercises in small groups that will hopefully enable you to join Plato in his insight that there is only one thing more important than leadership itself, which is the creation of new leaders. Ziezo, dan stel ik jullie nu voor aan professor Anja van den Broek. Zij is verantwoordelijk voor het vak Creating Motivational Jobs en ook haar vak is in Engels. Hi there, my name is professor Anja van den Broek and I'm teaching Creating Motivational Jobs. Maybe you once had a job in which you had to do the same task all over again. Or maybe you had the opportunity to make a lot of decisions yourself, do a variety of different tasks and had good relationships with your colleagues. While the first task is considered rather mechanistic, the other one is considered much more motivational. Within the course, we learn who's responsible for job design. We learn what the responsibility is for the managers and we learn what employees can do themselves. We also focus on the context in which job design emerge and hence how jobs will evolve in the future. Dat is al een heel mooi verhaal. Maar je vraagt je natuurlijk af, kunnen we geen gesprek hebben met iemand die de afstudeerrichting ooit gevolgd heeft en vandaag succesvol in het bedrijfsleven staat? Dus hebben we een aantal mensen gecontacteerd en ik ga je dadelijk voorstellen aan Fieke Wouters. Zij heeft ooit de afstudeerrichting gevolgd en is vandaag aan de slag als HR-consulent. Hey, ik ben Fieke en in 2018 ben ik afgestudeerd als master in de handelswetenschappen in de afstudeerrichting People and Change Management. In deze richting had ik de mogelijkheid om mij te verdiepen in alle aspecten waar ik enorm veel interesse in had, maar bovendien, wat de grootste troef is van deze opleiding, is dat ik de juiste people skills heb kunnen ontwikkelen. Zo leer je in deze opleiding om echt te kunnen omgaan met verandering, om samen te werken, ga je de principes van groepsdynamica onder de knie krijgen, ga je leren om te communiceren, maar ga je jezelf ook effectief kunnen ontwikkelen. Dit in combinatie met de goede opvolging van de docenten maakt dat je echt wat wordt klaargestoomd voor de werkwereld. Momenteel ben ik aan de slag als HR-consultant. Dat wil zeggen dat ik projecten doe binnen de verschillende domeinen van HR en dat ik daardoor ook in verschillende omgevingen terechtkom, in nieuwe teams en dat ik dus ook heel vaak in contact kom met die verandering. En dat ik hier ook mee moet kunnen omgaan, dat ik ook goed moet kunnen luisteren, goed moet kunnen communiceren. En eigenlijk heeft deze opleiding mij hier heel goed op voorbereid en maakt dat ik mezelf nu nog beter kan ontwikkelen. Dus ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze die ik toen heb gemaakt.
Ziezo, dat was een heel mooi verhaal. We hebben uiteraard ook nog een tweede student gevraagd en dat is Timothy Ronsen. En die staat hier buiten op ons te wachten. Kom maar mee. Mijn naam is Timothy en ik ben in 2020 afgestudeerd in de richting People and Change Management. Nu, People and Change Management is een richting met veel vakinhouden, HR, marketing. Ik kan zelf veel kiezen met keuzevakken. Maar hetgeen dat mij vooral het meest is bijgebleven, is echt de goede vriendschappen die je erbij houdt ook. De sfeer is geweldig, zowel met de proffen als met de medestudenten. Want ja, een kleine klasgroep, zoals dat ook bij ons was, zorgt ook voor een blijvend goed contact. En afhankelijk van ja, hoeveel je jezelf inzet tijdens de groepswerken, want er zijn heel veel groepswerken, kan je er veel uit leren. Dus als ik zou kiezen voor een richting met veel groepswerken en hands-on aanpak, zou ik zeker en vast kiezen voor People and Change Management. Deze zomer heb ik een vakantiejob gedaan in de sales en marketing. Niet direct in de lijn met People and Change Management, maar People and Change Management heeft me zeker en vast een goede basis gegeven. Ziezo, daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit leuke promofilmpje. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen overtuigen van het mooiste dat we met deze specialisatie proberen neer te zetten. En ik hoop ook dat ik jullie volgend jaar mag verwelkomen in onze specialisatie en aan jullie mee mag lesgeven.